Yo, welkom bij een nieuwe video. En voordat we deze video beginnen wil ik eerst even zeggen dat de New Year Challenge op 6 januari start en dat de inschrijvingen vandaag zijn begonnen. Dus de eerste 3 maanden gaan we met z'n allen knallen met de challenge om gewoon voor maximaal resultaat te gaan in 2020. En ik ga ook 3 prijzen weggeven met een totale waarde van €750. De eerste prijs is een half jaar online coaching. De tweede prijs is €200 aan mijn proteinproducten naar keuze. En ook ga ik een persoonlijk training en voedingsschema weggeven aan de 3 mensen die het meeste progressie maken. Maar dat is natuurlijk een bijding, want uiteindelijk gaat het er gewoon om dat we gewoon met z'n allen zoveel mogelijk resultaat willen maken. En dan kan het gewoon helpen om met zo'n community samen aan de slag te gaan. Dus hoe kan je meedoen met de challenge? Dan kan je de eerste link van de beschrijving klikken en een schema kiezen die jij wil. Deze zijn allemaal ook in de aanbieding. En wanneer je dan je startpunt naar mij doormailt, doe je automatisch mee met de challenge. En na die 3 maanden kan je ook je eindresultaat laten zien. En dan kan ik zien wie het meeste progressie heeft gemaakt. En dan kan ik ook de 3 winnaars bekendmaken. Je komt ook helemaal in de community en krijgt exclusieve content om je extra te helpen om die progressie te maken. En nogmaals, eerste link van de beschrijving. En dan gaan we 6 januari knallen. En nu, enjoy de video. Yo, welkom bij een nieuwe video. En op het moment zijn we in Zuilichem. Zuilichem, toch? Zuilichem. Ergens in ieder geval in het zuiden, in een stadje onder Utrecht. En het is echt een beetje een afgelegen buurtje. Sorry als je in Zuilichem woont. Maar vandaag zijn we hier omdat we mijn eerste auto gaan ophalen. Als het goed is. We gaan nog wel even een proefrit maken. Maar ik moet zeggen, vanochtend werd ik wakker en ik voelde me echt zo'n klein kind die wakker werd met kerst. Dat je gewoon onder de boom mag gaan kijken wat voor pakketjes je gaat krijgen. Want ik heb nog nooit een auto genomen en vandaag wordt de eerste. Dus ik ben heel benieuwd en laten we naar de dealer gaan. En Renske is er vandaag ook weer bij en ik zei van, heb je geen zin om even een keer weer even een video te gaan maken samen? Kan je helpen met filmen? Zij denkt, nou, leuk. Nou, dan gaan we even 2 uur reizen naar Zuilichem, we gaan mijn auto ophalen en nog helemaal terug. Dus Renske is er ook een hele dag, ga ik kwijt. Kan... Maakt het wel weer mooi. Ja, dan mensen. Moet ik haar waarschijnlijk weer overal heen gaan brengen, dus dat compenseert weer een Zetten, mag je hem wel opzetten? Ja, nee, dat dacht ik ook wel. En we kwamen net op het station aan en het eerste wat in ons instinct kwam was om een bak koffie te scoren. Alleen, die was dicht. En er was ook personeel gezocht, dus ik weet ook niet of die nog open ging. Maar gelukkig krijgen we hier even een bakje koffie en de auto wordt naar voren gereden. Gaan we dit even laten zien en dan gaan we eerst nog even een proefritje maken. Ik hoop niet dat ik nu net 3 boetes in 2 minuten heb gereden. Oké, proefritje gemaakt en hij rijdt echt super lekker. Dus nu is het tijd om even de andere lens op de camera te doen. En dan maken we even vette beelden van de nieuwe auto. Ik moet nu een beetje doen alsof ik weet hoe ik een auto kan controleren. Maar ik heb gelukkig wel een pdfje gedownload met een uitgebreide check. Dus dat gaan we eerst even doen. En ja, dan denk ik dat dit hem wel wordt. Oké, het goede nieuws is, ik heb de auto genomen. Dus, eerste auto die ik ooit heb gekocht. Ik ben hartstikke blij. Alleen het iets minder nieuws is dat we alsnog weer gewoon bij het OV zijn. Want we wachten op de trein. En dat is omdat ik gewoon nog nooit een auto heb gehaald. En ik ook niet wist dat de auto nog niet rijklaar was. Dus we gaan nu weer helemaal terug naar Haarlem toe. Althans, ik ga naar Haarlem toe. En dat is wel weer even 2 uur met het OV. Maar dan ga ik volgende week weer terug deze kant op. En dan heb ik echt mijn auto. Dus volgende week ga ik even deze video verder oppakken. Tot volgende week. Oké, en dan zijn we dan met de auto. We hebben hem gisteren opgehaald en nu heb ik hem dan. En dan ga ik nog even doen alsof ik weet wat voor soort auto ik heb gehaald. Het is de Seat Ibiza uit 2015 en ik vind dat die ook wel echt wel in een dope kleur is. Want je had hem ook in het zwart en in het wit natuurlijk, maar ik heb zelf echt iets met donkergrijze auto's. Vind ik zelf wel gewoon altijd het meest mooi.
En nu moet ik ook wel eerlijk zeggen van dit is ook wel een beetje de info die ik over de auto kan geven. Want heel veel weet ik niet van auto's, maar het is in ieder geval wel chill dat je gewoon een TomTom systeem erin hebt zitten. Gewoon lekker je muziek erin kan pompen. En gisteren dan helemaal teruggereden en hij rijdt echt super chill en ik ben er echt heel erg blij mee. Dus gaan we door met nog een topic die ik zo meteen wil bespreken. En ik moet zeggen, ik ben wel echt super blij met de auto. En vooral omdat ik eigenlijk nooit zoveel dure dingen voor mij koop. Ik ben niet heel erg van hele dure kleding, hele dure schoenen of dat soort dingen. Als ik mijn geld uitgeef, dan is het vaak aan dingen doen of vakanties. Want dat vind ik gewoon de leukste manier om geld uit te geven. Maar nu ik het vandaag dan heb gekocht, dan moet ik wel zeggen, ik ben wel echt heel blij met de auto. En dan wilde ik verder deze video nog even praten over hoe je zelf financiële onafhankelijkheid zou kunnen realiseren. En even een andere topic, maar ik dacht van ik wilde nog wel iets van waarde aan toevoegen en niet alleen maar van kijk, dit is de nieuwe auto die ik heb gehaald en dat is tof. Maar ook nog even een video maken waar mensen wat aan kunnen hebben. Dus als ondernemer ben ik de laatste jaren natuurlijk best wel veel bezig met hoe kan je wat meer geld verdienen zonder per se daar veel meer voor te hoeven werken. Want je kan wel 80 uur per week gaan werken, maar dan ben je alleen maar aan het werk en dat is natuurlijk ook niet je doel. En nu heb ik vorig jaar een boek gelezen dat heet Rich Dad Poor Dad en daarin zit een beetje een principe waar ik echt veel aan heb gehad en waar ik ook dagelijks op probeer te letten. En dat principe legt eigenlijk uit dat je geld kan uitgeven aan dingen wat je geld kosten. Dus wanneer jij nieuwe kleding koopt of een nieuwe auto zoals vandaag, dan kost dat je geld en er komt geen geld terug. En het kan zelfs dat je nog meer geld gaat kosten in de toekomst. Bijvoorbeeld met die auto, dan moet ik ook verzekeringen betalen en benzine betalen. Dus de komende jaren gaat me dat ook honderden euro's per maand kosten, omdat ik dat vandaag heb gekocht. Maar zo kan je ook geld gaan uitgeven aan dingen wat weer geld voor jou terugverdient. Bijvoorbeeld aandelen, obligaties, vastgoed, cryptocurrencies of natuurlijk gewoon investeringen in je eigen bedrijf. Wanneer je daar geld in stopt, dan kan je weer geld terugverdienen. En wanneer je dat steeds vaker doet, krijg je ook steeds meer geld terug, terwijl je er eigenlijk niet voor hoeft te werken. En dat boek gaat er eigenlijk een beetje om dat je dat een beetje in balans houdt. Omdat heel veel mensen eigenlijk superveel geld uitgeven aan dingen wat ze alleen maar geld kost. En nooit geld uitgeven aan dingen wat weer geld voor ze terugverdient. En hij legt uit dat de rijken, zoals hij ze dan noemt, eigenlijk veel meer geld uitgeven aan de dingen die weer geld terug voor ze verdient. Waardoor ze ook eigenlijk rijk blijven of nog rijker worden. Dat principe is wel heel erg belangrijk wanneer jij misschien als doel hebt om financieel onafhankelijk te worden. Want wanneer je eenmaal geld hebt uitgegeven aan dingen wat weer geld voor jou verdient, dan kan je uiteindelijk dat steeds meer laten opbouwen, waardoor je eigenlijk op het moment misschien wel een vast salaris verdient, zonder dat je daar per se voor hoeft te werken. Nu betekent het niet dat jij gelijk al je geld daarin moet gaan stoppen zonder dat je iets hebt uitgezocht en dat je alle verschillende mogelijkheden moet gaan proberen. Maar ik denk wel dat het kan helpen wanneer jij één ding specifiek uitzoekt en daar veel van af gaat weten en ook een beetje weet hoe je het wilt aanpakken en dat je daar gewoon misschien een beetje mee gaat testen. Nu wil ik sowieso gaan afraden dat je dat niet zomaar moet gaan doen omdat ik het heb gezegd. Altijd je eigen research doen. En je kan ook kiezen voor dingen met een veel lager risico. Bijvoorbeeld een spaarrekening waarbij je iets van 10 of 20 jaar je geld kwijt bent voor een hogere rente. Want nu krijg je volgens mij 0,00001% rente waar we ook niet meer zoveel aan hebben. Of je kan natuurlijk bijvoorbeeld iemand voor je laten beleggen. Dat kan bij volgens mij verschillende banken en dan krijg je ook iets minder geld over je geld heen. Maar dan weet je in ieder geval wel dat iemand er naar kijkt die er verstand van heeft en heb je ook een veel lager risico. En wanneer je een eigen bedrijf hebt, dan kan je natuurlijk ook in je eigen bedrijf blijven investeren. Want op deze manier heb je er toch nog wel het meeste invloed op en kan je ervan uitgaan dat je het geld ook weer terugkrijgt. Hangt het natuurlijk wel af waar je het aan uitgeeft. Want bijvoorbeeld een nieuwe camera die ik wel eens heb gekocht, dat gaat niet direct geld voor je terugverdienen. Maar hierdoor kan wel weer je content beter worden. Kunnen mensen beter blijven hangen. Waardoor je uiteindelijk op de lange termijn wel weer meer geld kan verdienen. Dus nogmaals, ik wil niet zeggen dat ik een financieel adviseur ben en dat jij nu in één keer naar mij moet luisteren. Maar wanneer je in ieder geval een beetje bezig blijft met waar geef ik mijn geld aan uit en als dat eigenlijk alleen maar dingen zijn waar jij je geld mee kwijtraakt, dan kan je daar misschien wel wat meer op gaan letten en over na gaan denken hoe je dat kan beperken en misschien wel wat meer geld kan gaan stoppen in dingen wat weer geld voor jou terugverdient. Dit principe ben ik het laatste jaar best wel veel gaan toepassen en ik merk gewoon dat ik eigenlijk wat meer geld binnen heb zonder meer te hoeven werken. En uiteindelijk is mijn doel ook niet om tot mijn 65ste 50 uur of 60 uur per week te werken. Maar zou het wel lekker zijn als je op het moment een stapje terug kan doen zonder dat je dat terugziet in je inkomsten.
Dus ik hoop dat sommige mensen hier nog wat aan hebben gehad. En dit is dus eigenlijk precies het tegenovergestelde als wat ik vandaag heb gedaan. Want vandaag heb ik gewoon een auto gehaald wat me alleen maar geld heeft gekost. Maar dat betekent dus ook niet dat je dat nooit meer mag doen. Als je er maar een beetje over nadenkt en je kosten een beetje beperkt probeert te houden. En wil je nou meer leren over dit principe, dan zou ik zeker aanraden om het boek Rich Dad Poor Dad te lezen. En ja, dan was dit wel voor deze video. En vond je het nou een leuke video, vergeet even een like achterlaten en te abonneren op het kanaal. En dan zie ik je in de volgende video. We'll be right back.